Hoi, ik ben Tobin en ik kom mijn stenen- en schelpenverzameling laten zien. Oh, leuke verzameling. De schelp waar je de zee in kan horen. En kan je hem vandaag ook horen, de zee? En? Ah. Ik hoor hem echt supergoed. Ja, echt hè? Waren we maar op het strand vandaag. Deze heb ik met vingerverf geschilderd en ik heb hem op vakantie in een vakantiepark gevonden. Hé, Tobias, je bent gewoon een kunstenaar, man. Hoe kom je eigenlijk aan deze verzameling? Ik had een keertje stiekem langs een tuin geslopen. En toen had ik echt een supermooie steen gevonden. En dat was deze glimmende. Dat is echt gewoon een spannend verhaal. Hey, en welke is nou je lievelings? Deze. Je kan er een bedje van maken. En dan kan je hier papier in doen, keukel. En dan kan je nog een kussentje van wol naaien. En dan heb je een bedje van een Lego poppetje. Wat goed bedacht. Trouwens, wat wil je eigenlijk worden later? Geheime agent. Nou, dat verbaast me nou niks. Je bent een echte speurneus. Applaus! Ik ben Fenna en ik ben 6 jaar. Ik kon mijn tanden laten zien die eruit zijn gegaan. Het viel me al op. Hoeveel zijn eruit? 3. 3? Nou, dat had ik dan weer niet gedacht. Het is al wel een aardig fietsenrek. Deze, die ging eruit. Toen ging ik te drinken. En toen dacht ik, er zit iets vies in mijn beker, maar dat was mijn tand. Pff, nou, maar gelukkig dat je hem niet hebt doorgeslikt dan. Hé, wat doe je met de tanden? Onder mijn kussen stoppen. En dan komt het tandenvee. Dat vroeg ik me nou af, hè. Wanneer komt die tandenvee? Tandenvee komt als ik slaap. Maar hoe weet je dat dan? Dan slaap je toch? Toen werd ik opeens wakker. Ik voelde dat er mijn kussen omhoog ging. En dat was het tandenvee. Wat vet spannend. En hoe zag ze eruit? Ze had een roze jurk met glitters. En ook roze vleugels met glitters. En een lintje waar ze alle tanden in bewaart. Een lintje? Dan zitten er allemaal gaatjes in waar ze de potjes in kan doen. Met de tanden. Het is echt vet jammer dat ik mijn tanden al gewisseld heb. Ik zou er graag een keer ontmoeten. Dankjewel hoor.